Hoi dames, een hele goede avond. Ik kom even wat eerder in beeld, want dat is wel zo gezellig om even gedag te zeggen tegen jou. Leuk dat je er bent. We gaan straks beginnen met de workshop, maar ik ga eerst even kijken wie er allemaal is. Hoi Ria en Crea Lady, Wilma en Sandra. Gezellig dat je er bent. Hartstikke leuk. En als je nog geen reactie achtergelaten hebt, leuk als je dat even doet, dan zeg ik je even gedag. Sylvia, helemaal leuk. Je zit te kijken bij de downloads, maar je vindt het bijbehorende bestand niet. Hij zou bij mijn freebies moeten zitten. Dus volgens mij is hij daar echt, toch? Ja, dacht ik wel. En nu ga ik heel hard twijfelen. Ik heb hem toch wel geplaatst, hè? Want dat zou heel erg zijn, zeg. Nou, ik ga even op de achtergrond ga ik even kijken. Want ik zit hier voor mijn computer, dus nu ga ik heel hard twijfelen, Sylvia. Dat zou ik zo erg vinden. Dat ik alles heb voorbereid behalve dat stukje. Nou, als je net komt kijken, van harte welkom. Straks begin ik gelijk met de workshop. Het is de workshop die ik heb gegeven op CreaDo in 2020. En toen had ik met Tombo afgesproken. Joh, tenminste, nu heb ik afgesproken met Tombo. Ik zeg, joh, er zijn nog zoveel mensen die het willen zien. Zullen we hem lekker weer uit de kast halen en openbaar tonen? En dat vonden ze een goed idee. Dus je kunt hem vanavond bekijken bij mij live. En op de Tombow website kun je hem ook bekijken. Dus dan kun je lekker kiezen. Bij mij krijg je, even kijken hoor, ik ga gelijk even checken of de download werkt. En ja, hij werkt hoor. Nou, ik zal het even laten zien. Goed, dan heb je meteen zicht op hoe dat werkt. Even goed neerzetten hoor, dat jullie dat goed kunnen zien. Oké. Even zien. Ik laat je even meekijken. Want als je dan naar mijn website gaat, dan krijg je die download daar. De download zit op mijn website hier op deze plek. En dat zijn mijn freebies. Nou, mijn freebies die vind je hier. Als je hier al bovenaan aanklikt, kun je op downloaden klikken. Dan kom je er. Maar er zit een wachtwoord op. En dat wachtwoord krijg je alleen in mijn nieuwsbrief. Goed, want de freebies zijn echt alleen voor mijn nieuwsbrieflezers. Je kunt je makkelijk even aanmelden hoor. Hier vind je het klik het knopje aanmelden. Heb je zo gedaan. Nou, ga je naar de freebies. En dan vind je daar alvast het plaatje van de extra download. Maar je vindt hier ook, en dat is de verwarring. Ik begrijp hem. Ik ben vergeten het plaatje te plaatsen van de damesgezicht. Maar dit is hetzelfde, dezelfde download. Dat had ik even moeten doen. Dat ben ik toch even, heb ik me in vergist. Want kijk, dat is deze. En hier is die. Zie je? En die. Goed, die krijg je alle drie in één download. Ik had even daar wat extra's, een extra plaatje moeten plaatsen. En dat heb ik niet gedaan. Dus dat zal ik achteraf nog corrigeren om dat duidelijker te maken. Maar daar vind je dus de download. Goed, excuses voor de verwarring. Maar nou begrijp ik ook hoe dat komt. Oké, hey, van harte welkom. Leuk dat je er bent. En ik zie dat Patricia en Linda er ook zijn. En Esther, hartstikke leuk. Freedom Jumper, je bent Inky. Hey, leuk zeg. En Melanie en Diana. Helemaal top. Nou, dankjewel lieve dames. Hey, luister. Ik ga straks de video starten. Ik ben live aanwezig. Het kan dat ik tussendoor ook eventjes zo live kom, maar je ziet de opname die van CreaDo is van 2020. Daar zie je mij ook even gedag zeggen tegen de mensen daar. Niet echt heel lang, maar even heel kort alleen maar roepen dat ze binnenkomen. En zo heb je een beetje gevoel van hoe het op CreaDo was. CreaDo Online wel te weten. En CreaDo Online is er ook weer deze op 28, volgens mij 28, 29, 30 mei. Of het is 27, 28, 29 mei. Weet ik niet zeker. Maar ook dan is Tombo er ook weer. Goed. Dus ik zou zeggen, meld je aan voor CreaDo als je dat nog niet gedaan hebt. Hartstikke leuk. Maar dan heb je een beetje een feeling van hoe het is. Nou, later laat ik je ook zien wat er nog veel meer is op mijn website met Tombo dingen. Tombo video's en inspiratie en tutorials en zo die ik voor je heb. Een leuke workshop die er staat. Ook bij Doa Ding die daar nog staat op hun Facebookgroep die er binnenkort afgaat. Dus daar kun je nog snel naartoe. Ik zal het je kort even laten zien. Kijk, heel veel Tombo dingen op mijn website waar je naar kunt kijken. Kun je allemaal doen met je Tombo stiften. Dit is een tutorial. Dit is een tutorial. Dit is er dus eentje van vandaag. Dit is een tutorial. Deze, die vind je op de Facebookpagina van Doa Ding. Ik laat het je op het einde laat ik je meer zien. Geef ik je linkjes. Dit is een tutorial. Daar vertel ik je meer van. Hoe je dat kan maken. En op de CreaDo ben ik ook geweest met heel veel lettering. En vertel ik je daarover. Laat ik je dingen zien. Nog meer lettering en
Wat je nog meer kunt doen met je Tombow stiften. Dus je kunt niet alleen doen wat je vandaag ziet, maar nog zoveel meer. En ik heb de Tombow stiften zelfs gebruikt om een stempel te kleuren in meerdere kleuren tegelijkertijd. En ik heb zelfs een stukje over de alcoholmarkers van Tombow. Dus er is heel veel te vinden op mijn website over Tombow. Goed, dus dat krijg je aan het einde, krijg je daar nog linkjes van mij. En als je deze workshop die we vanavond doen, als je daar graag de link van wil, of de freebie van wilt hebben, dan ga je naar de link die je vindt bovenaan de reacties of onder deze video. En dan ga je lekker naar deze pagina en dan kun je zo inschrijven om op mijn nieuwsbrief, krijg je de download. Kun je ook hier weer de video terugkijken en dan kun je ook naar die met het rendier en de sunset. Die video staat al voor jou klaar. Download zit erbij. Dus ik heb heel veel voor je waar je lekker mee aan de slag kunt. Maar we gaan eerst beginnen straks met de grote video. Waarin ik je dus laat zien hoe je deze dame kunt maken. Die laat ik je stap voor stap zien. Hey Wies, leuk dat je er bent, de Gertine. Gezellig zeg, hartstikke goed. Ria had hem al eerder gemaakt. Daar ben ik wel benieuwd. Want wie was er vorig jaar op Creadoon heeft mijn Tombow workshop gevolgd? Ben ik heel erg benieuwd naar. Kun je dat even laten weten in de reacties? Nou, vind ik het leuk om af en toe eens een reactie in beeld te brengen. Zoals deze leuke van Irene. Hoi Irene! Super gezellig. Tijdens de workshop zal ik misschien ook af en toe eens even een reactie van jou in beeld brengen. Of laten terugkomen om vragen te stellen. Kijk, en Sandra, je had mijn e-mail gestuurd, hè? Want je had hem half af, maar je bleef hangen. Kijk eens aan. Het is 28, 29 en 30 mei. Dan is Creadoo. Dankjewel Irene. Heel erg fijn. Goed, en je was erbij, hè, vorig jaar. Hartstikke tof. Ik ga gewoon lekker beginnen. En dan kun je gewoon meedoen. Of je kunt kijken. Hey Titi, leuk dat je er bent. Maar als je gewoon je Tombow stift erbij pakt. Aquarelpapier, nat penseel of een waterbrush of een penseel en water. Dan kun je gewoon lekker meedoen. Ook al heb je de download nog niet, dan kun jij gewoon lekker aan de slag. Ria, kun je mij vertellen wat je bedoelt? Nog even één ding. Als je vragen hebt, net zoals Ria net deed, stel hem met veel vraagtekens, dan mis ik hem niet. En als je vragen hebt over andere merken dan Tombow, dan zal ik die uit respect voor Tombow vandaag niet beantwoorden. Die mag je op een ander moment vragen, maar dit is een video gesponsord door Tombow, dus dan gaan we daar eventjes op een andere manier mee om, maar dan weet je dat. Goed, eens even kijken. Jullie zijn inmiddels met 57 kijkers, dus dat is heel erg gezellig. Dan ben ik hier tenminste niet alleen. Hey Anja, leuk dat je er bent. Goed, ik ga hem starten. Goed, daar komt hij hoor. Ik ga eerst in de video vertellen dat de mensen van de Creadoo binnenkomen. Maar daar gaan we heel snel overheen. En ik vertel je in de video ook welke producten ik gebruik. Daar begin ik mee. Dan ga ik lekker laten zien, stap voor stap, hoe je deze maakt. Komt ie. Hoi, Karin Jo hier. Als het goed is, kijk jij naar de herhaling. En superleuk dus. Als het goed is, dan komen straks de deelnemers binnen. Maar ik klets alvast even met jou. Want je hebt het dus niet, of je was er waarschijnlijk niet live bij. En dus vind ik het super tof dat je opnieuw komt kijken. Toch nog achteraf. Vandaag geef ik dus de workshop Galaxy Drawing. Hartstikke tof. Met de mooie materialen van Tombow. De Galaxy Markers dus van Tombow. Die ga ik gebruiken. Die hebben de hoofdrol vandaag. Maar ook deze. De waterbrush. Ik gebruik de blauwe. Nou, de waterbrushes worden in sets van 3 verkocht. We gaan dus Galaxy Drawing doen. En ik laat je dus de techniek zien vandaag. En dat doe ik middels een video. Straks ga ik de video starten. Maar ik ga je eerst vertellen wat je dus allemaal nog meer nodig hebt. Dus de brushpennen en de waterbrush. En de waterbrush is een penseel dat je vult met water, waardoor je dus eigenlijk geen water nodig hebt. Toch zal ik ook een glas water gebruiken. Dat is een lekker vuil glas voor mij. Dan weet ik zeker dat ik daar niet van moet drinken. Maar dat is om een penseel snel te spoelen. Wel handiger. Dan heb je gewoon een potlood nodig. En je hebt een gum nodig. Dat is wel zo prettig. Dit is echt mijn favoriete gum. De Dust Catch. Oh, ik kan niet zo goed laten. Ja, daar is die. Hij is op zijn kop en in spiegelbeeld volgens mij. De Dust Catch van Tombow. Mijn favoriet omdat hij heel weinig tot geen stof achterlaat. Dan hebben we de Edding. Kijk of ik hem laten zien. De Edding glasmarker.
Daarmee maak ik de sterren. En dan heb ik denk ik alles genoemd. Oh nee, heel belangrijk, heel belangrijk. Tombow aquarelpapier, dat heb je ook nodig. Keukenpapier, dat wil je ook gebruiken. Kijk eens, ik heb mijn keukenpapiertje al klaar liggen. Want we gaan het lekker vuil maken, dan weet je dat alvast. Ik zie dat ik, even kijken of ik nog wat vragen heb. Zijn de Tombow markers op alcoholbasis, vraagt iemand zonder naam. Nee, dit zijn water-based, zeggen ze in het Engels. Dus dat betekent dat die markers heel goed op water ook reageren. Dus dat is wel extra gaaf. En dat is de techniek die we vandaag ook, of tenminste de eigenschap waar we vandaag heel veel gebruik van gaan maken. Kijk eens, dat is wat we ervan gaan maken. Nou, zie je dus dat ik hier een hart gemaakt heb. Je ziet het straks allemaal veel mooier in beeld. Deze camera is niet de beste. Maar dit is wat ik er nu van gemaakt heb op video. En die video krijg je straks te zien. Kun je gewoon meedoen. Maar ik moet je alvast beloven. Het hart gaat je lukken om dat af te maken. Maar de vrouw is misschien wel een beetje veel. Vandaar dat ik ook het hart erbij verzonnen heb. Dan denk ik, het is een klein project. Dat je tenminste afkrijgt. Dus dat scheelt. Ik zal je de download laten zien. De download bestaat uit... dit blad van de dame, van de vrouw. Oké, heb ik nog iets? Nee, we gaan gewoon beginnen. Oké, dus de hoogste tijd. Heb je papier klaar, potlood klaar, download en anders teken je gewoon mee. Als je de spullen niet hebt, doe maar gewoon mee. Goed? Oké, ik zet de video klaar en dan gaan we beginnen. Even kijken of het goed gaat. Die, ga dubbelklik. Ja. Pierzo. Nou, zeg. Ja, het is een beetje techniek hoor, dames. Ja! We starten met een tekenen van een hartje ongeveer daar. Ongeveer ter breedte van je handpalm. Als je dat ongeveer zo plaatst. Als je hier een soort van cirkel maakt. Een beetje van dat formaat. En een lijn in het midden. En dan kun je daar een hart in schetsen. En de cirkel kan je helpen om het hart een beetje in vorm te krijgen. Daar. En het grootste deel wil ik weggummen, zodat ik tenminste het hart kan zien. Daar. En dit wil je lekker vlot doen. Het hoeft niet perfect. En hij hoeft ook zeker niet perfect symmetrisch te zijn. Maar als je een beetje je schetslijnen weggumt en dan doe het lichtjes, dan is het altijd makkelijker gummen. Daar. Nou, dit wordt onze test, want we krijgen dus niet alles meteen helemaal droog tijdens deze workshop. Mijn stiften zijn op volgorde van kleur. En ik ga beginnen met de lichtste kleur. En die pak ik op, die geef ik de meeste ruimte op mijn vlak. Omdat de donkere kleuren zullen heel erg proberen dominant te zijn. Of die zullen dominant zijn. Dus ik wil mijn lichtere kleuren wil ik de meeste ruimte geven. En daarom begin ik met deze, dat is de 873. En ik wil een vlak hier en een vlak hier en misschien hier wat kleuren. Dan ga ik naar de volgende, die is 803, dat is de roze. En ik wil hier en daar wat roze kleuren. Je mag het op elkaar laten aansluiten, een beetje over elkaar heen is ook geen probleem. Dan neem ik de blauwe, de lichtblauwe 493. En die wil ik ook wat ruimte geven. Hier en daar. En je ziet, ik heb steeds minder ruimte. En dus ik ga ook steeds kleinere stukjes kleuren. Want de donkere kleuren wil ik ook niet te veel de ruimte geven. Dus ik breng steeds minder kleur aan eigenlijk. Ik kies ervoor om alle kleuren uit de set te gebruiken behalve grijs. Maar je kunt natuurlijk ook kiezen voor jouw favoriete kleuren en een aantal weglaten. Dat is helemaal aan jou. De buitenste rand, die wil je niet gebruiken, want die wordt zwart. Dus alles wat je daar gebruikt zal helemaal overgenomen worden door zwart. Kijken of ik nog een beetje ruimte vind voor mijn paars. Niet te veel nadenken hierover. Waar je wel over wil nadenken is wat ik nu doe, is dat je je hand niet in de natte inkt krijgt. En zeker niet straks als we het echt nat gaan maken met water. Alle kleur is aangebracht en ik wil nu de contouren van het hart overtrekken. Daar. En die ook. En dan wil ik een randje zwart kleuren aan de binnenkant van deze rand. En daarbij wil ik... Eigenlijk maak ik die rand gewoon wat dikker.
Maar soms wil ik even naar binnen toe schieten. Dat geeft net wat meer interessant effect. Doe dat niet te vaak, want het zwart is echt dominant en zal echt overnemen. Daar. Je wil dit vlot doen. Zodat het er staat en dat je tenminste iets hebt om te proberen. Het leuke van een online workshop met al jouw spullen thuis is dat je het daarna ook nog een keer opnieuw kunt doen. En opnieuw, zolang als dat je wilt. Ik heb er een glas water bij, zodat ik mijn penseel snel kan uitspoelen als ik wil. En ik heb er een stuk keukenpapier bij, zodat ik mijn penseel snel kan schoonmaken. Je kunt dit penseel schoonmaken door te drukken, te knijpen en te vegen. Maar het gaat sneller als je eventjes in je water uitspoelt. En omdat een Galaxy daarin wil je toch vrij vlot werken, daarom zal ik het in water uitspoelen. Wat ik wil doen is, ik wil vanaf een lichte kleur naar de donkerdere kleuren toe werken. En als ik een te donkere kleur heb, wil ik niet meer naar een lichte kleur toe, want dan zal die dat overnemen. Als ik op een donkere kleur ben, wil ik even tussendoor schoonmaken voordat ik verder ga. Als je dat in de gaten houdt, dan maak je dat de lichte kleuren ook hun plekje krijgen en dat niet alles één donkere massa wordt. Ik wil werken het liefst nat in nat. Dat betekent, ik werk niet eerst hier en ga dan daar naartoe en daar naartoe, omdat tegen de tijd dat ik terug ben, is deze al droog. En als die droog is, dan krijg je van die donkere kringen. Zoals hier. Hier zie je dat er een hele mooie vloeiing geweest is, omdat ik nat in nat gewerkt heb. En hier zie je die donkere rand. En die willen we proberen te voorkomen. Dat komt omdat er een plas water was, plas inkt, met een droge ruimte eromheen. En dan krijg je die donkere rand die het zo op die manier opdroogt. Oké, we gaan aan de slag en ik begin hier en ik wil niet slepen en wrijven, ik wil deppen. En op die manier houd je de kleur op zijn plek. Ik maak eerst deze nat en dan ga ik naar zijn buur en die maak ik nat zodat ze in elkaar overvloeien. En dan ga ik naar de volgende buur en ik ga naar een steeds donkerdere buur. En je ziet, ik zit hier al in zwart, dus ik ga ook het randje zwart meenemen zodat het zwart ook vloeit in die kleur. Nou heb ik de donkerste kleur, dus ik wil mijn penseel even uitspoelen, schoonmaken. En als ik schoonmaak, dan knijp ik ook vooral dat zwart wil ik eruit. En dan begin ik weer bij een lichte kleur. Ik denk dat ik van hier daarheen werk. Zo, en ik wil graag nat in nat werken, dus werk gerust goed nat. Kijk, ik ga naar een donkerdere kleur. Ik denk dat die ook nog wel hier kan. Ja, hij neemt niet te veel over. Nat in nat. En dan ga ik naar dat zwart. En dan wil ik het zwart nat maken. En ook het randje mooi meenemen. Daar, dat die ook nat is. Daar. En ik maak hem weer schoon. Want ik zit met zwart in mijn penseel. Daar. Nou, vervolgens wil ik weer kijken, waar kan ik heen? Ik kan van licht hier naar donker. En dan zo op die manier kan ik naar de rand toe. Ik denk dat ik hier start. En ik maak hem nat. En als hij goed nat is, ga ik naar een donkerdere kleur. En misschien nog donkerdere kleur hier. Het is ook niet erg als er een beetje licht wat wit ertussen zit. Dan geef je wat lichtere plekken op in je Galaxy. En ik ga naar het randje, de grens tussen zwart en kleur. En ik pak het zwart mee op deze plek. En ik spoel mijn penseel weer uit. Nou moet ik zeggen, het hart is een klein vlak. En dat is best goed te doen. Maar als je naar een groter vlak gaat, zul je zien dat het wat moeilijker wordt om nat in nat te blijven werken. Omdat je dus een beetje moet bedenken van waar ga ik heen en wat doe ik nu als volgende. Zo, een beetje in elkaar schoonmaken. En ik denk dat ik vanaf, kijk, hier krijg je dan die donkere rand. Het is niet zo'n ramp hoor. Ik ga hem nu gewoon nog een keer meenemen. Daar. Die misschien even schoonmaken. En ik denk dat ik hier werk. Dat ik die een beetje in elkaar over laat lopen. En hier misschien. Kijk, als ik nu naar dat roze vlak hieronder ga, zal die helemaal paars worden. Dus ik maak hem even schoon tussendoor. En ik pak hem vanaf het roze vlak. Kijk of dat lukt. Ah, nou, ik had toch te veel blauw in mijn penseel. Is niet erg. Eens kijken of ik hier deze kan pakken. En daarheen kan gaan. En dan pak ik de randjes van zwart ook mee. Daarin kan het zwart ook een beetje vloeien in die kleur. En pak ik hier ook, maak ik het randje wat netter. Trouwens, terwijl ik bezig ben,
wil ik eigenlijk steeds knijpen in mijn waterbrush. Daar is hij ook heel goed voor geschikt. En dat maakt dat het water uit die waterbrush, de waterbrush extra zal vloeien. Ik ga dit lichte vlak nemen en dan ga ik die kant op en die kant op en maak ik alles nat. Dus ik knijp de hele tijd, want ik wil goed nat werken in deze Galaxy techniek. Deze erbij pakken, kijken of ik daar wat kan nemen, zonder dat het zwart te veel vloeit. Daar een beetje dat paarse bij, blauw pakken. Dit paarse vlak kan ik nu gelijk meepakken. En dan ga ik de paarse randjes pakken. Daar. Die meenemen. Dan kan het, zei ik paarse randjes, ik bedoel zwarte randjes. En nu zwart overal meegevloeid is, kan ik nu ook die zwarte rand een beetje bij tekenen of eigenlijk nat maken. Ik probeer niet over de rand heen te gaan. Op het moment dat je de inkt nat maakt, gaat de kleur intensiveren. En dat wil je eigenlijk wel. Daar. Mijn Heart Galaxy, die is af. En die kan drogen. En dan kan ik je op het laatst laten zien. Dan kun je ook meedoen hoe we die af kunnen maken met een beetje decoratie en een beetje sterren. En terwijl die droogt, gaan we de vrouw maken. Ik wil de vrouw hier plaatsen, zodat ze eigenlijk naar het hart kijkt. Maar dan kom ik met mijn blad in dat hart en dat is nog niet keurig droog. Dus ik knip of scheur, dan mag ook er een stuk van af. Daar, dat is veiliger. Nou, wat ik wil doen is de achterkant, daar wil ik potlood op kleuren. En als je potlood geslepen is en je houdt een beetje plat, dan kun je snel een groot vlak kleuren. Nou hoef je alleen te kleuren daar waar je de tekening ziet. De rest is niet van belang. Op deze manier maken we van ons papier, een soort carbonpapier. En dan gebruik je dus wat we noemen de potlooddoordrukmethode. Dus ik kleur alleen daar waar ik de tekening zie. Zie hier nog een beetje, daar nog een beetje. Zo. Dan kan ik hem omdraaien op mijn aquarelblok. En dan plaats ik hem op de juiste plek, hou ik hem vast en wil ik hem overtrekken. En bij de wenkbrauw en oog wil je een beetje je best doen om dat een beetje netjes te doen. Zodat je tekening goed bewaard blijft, je vorm, de vorm van je tekening. Maar voor de rest, bij het gezicht wil ik ook een beetje mijn best doen. Maar voor de rest bij het haar is het niet zo heel erg van belang dat het precies is. Nou, wat nog leuker is om te doen bij dit project. Trouwens, je wil dit niet verschuiven. Hè? Je wil af en toe eens even kijken of het overkomt. Je kan het net zien. En als je het niet kan zien, moet je wat harder drukken. Het leuke van dit project is, het is nog leuker om het te doen met een silhouet van je dochter of je kleindochter of zo. Of een zoon natuurlijk. Dan kan je het heel erg persoonlijk maken. Oké, de haren ga ik even vlug overtrekken zo. Dat is eigenlijk meer zodat je een beetje een richting hebt van waar je heen kunt werken. Daar. Goed, ik zie mijn tekening. Dat zie jij waarschijnlijk niet op de video. Hij is zo licht. Maar wat ik wil doen is even het oog wil ik overtrekken. En ik gebruik daarvoor de andere kant van mijn stift. Dan kan ik beter tekenen. Daar. En ik wil ook deze contouren overtrekken. Dan heb ik die tenminste staan. Daar. En misschien deze ook even. Daar. Dat geeft mij een beeld van waar ik wil werken straks. Daar. En die kan ik gelijk even zwart kleuren. Dat oog. Nu wil ik mijn kleurtjes aanbrengen zoals ik dat ook heb gedaan bij het hart. Dus ik begin met de lichte. En wat ik graag doe, heb je misschien net al gezien, is ik hou hem graag een beetje plat. Nou, als je niet te kleine vlakken maakt, maakt het werken straks wat makkelijker. Nou, en hier wil ik eigenlijk in een soort waaier wil ik naar buiten toe. Dat kan je doen, hoeft niet per se. Maar dit wil je ook lekker vlot doen. En als je dus je penseelstift een beetje plat houdt, dan kleur je al snel grote vlakken. Dat is het mooie van een penseelstift. En vooral de tombo's, die zijn lekker breed. Nou, wat ik ook wil doen is, ik wil rondom het oog, wil ik het licht houden. Dus ik ga met mijn penseelstift daar een beetje voorzichtiger kleuren.
probeer ik het zwart niet te veel te raken, want het zal meteen door elkaar heen gaan lopen. Daar. En de reden waarom ik dat licht houd, is omdat ik graag die definitie van dat oog en de wenkbrauw wil behouden, ook als we echt de boel nat gaan maken. Daar. Ik kon ook met de andere lichte kleuren, mag zelfs met een andere kleur, maar je wil een goed contrast hebben tussen zwart en de kleur om het oog heen. Daar. Nou, je ziet, ik ben al met een donkerdere kleur bezig, dus ik geef die wat minder ruimte. En zo pak ik steeds donkerdere kleur en vul ik de rest van mijn tekening in. En je ziet, hier wil ik een beetje een soort waaiervorm naar buiten toe. Hier misschien wat. En nogmaals, je kunt er ook voor kiezen om sommige kleuren weg te laten. Ik zal mijn best doen om niet te veel kleine vlakken te kleuren, want dat maakt het gewoon een stuk makkelijker om straks te werken. En wat donkerdere kleur. Eens even zien. En je mag ook over elkaar heen, hè? Als je zoiets hebt van, joh, ik wil daar toch een beetje meer van die donkere kleur. Je kan ook altijd nog over een lichte kleur heen om een donkere kleur wat ruimte te geven. Dat kan ook altijd nog. Eens even zien. Ik denk hier een beetje, misschien hier een beetje. En dat is niet echt, ik denk er niet heel veel bij na, hoor. Ik verdeel het een beetje. Daar. Dat lijkt me wel genoeg. Nou, wat ik dan wil doen is, ik wil met mijn zwarte penseel, stift, wil ik de hele contour van haar wil ik over gaan trekken, maar bij de wenkbrauw en het oog wil ik niet te dichtbij komen. Ook de neus hier. En mijn hand gaat hier vlekken, want dit is niet allemaal heel droog. Dus ik denk dat ik een stukje keukenpapier neem, zodat ik mijn hand kan beschermen, of tenminste mijn werk kan beschermen tegen mijn hand. Daar, dat scheelt een stuk, want anders maak ik zoveel vlekken. Ik kan ook een stukje printpapier nemen of zo. En wat ik dus doe nu is die hele rand zwart maken. En die kleur ik een beetje naar binnen toe ook. Net zoals we dat bij het hart deden. Nou, kun je, als je dat wilt, ook een beetje spelen met schaduwval. En dus stellen dat er onder haar kaaklijn schaduw valt. En hier bij haar hals. Kun je doen, hoeft niet, maar het geeft wel een leuk effect. En hier wil ik misschien wat meer zwart aanbrengen. En dan kun je er ook voor kiezen om ook zwart aan te brengen tussendoor. Dat kun je doen volgens de lijnen die je hebt van de tekening. Een beetje op die manier, niet te veel over nadenken, maar hier en daar. Maar hou er rekening mee dat zwart wordt heel dominant, dus dat wil je echt niet overdrijven. En verder mis ik hier wat kleur. Ik zou graag wat van het rood erbij willen doen, het is echt zo'n lekkere Barbie pink, is dat. Nu wil ik alles nat gaan maken, zodat de kleuren mooi in elkaar overvloeien. En een beetje, de kunst is een beetje van waar begin ik en waar ga ik naartoe. Ik zal hier beginnen, in dit deel van het gezicht en rondom het oog. En dan naar het zwart toe werken. En van daaruit ga ik die kant op werken. Oké, ik begin hier bij een licht deel. Ik heb mijn water in de buurt, ik heb mijn tissue of mijn keukenpapiertje. En ik begin met deppen in het lichte deel. En ik denk dat ik gelijk hier bij het oog dit beet pak. En ik probeer het zwart niet te raken. Het is geen ramp als je het wel raakt. Maar dan blijft de definitie van het oog blijft beter. Dus ik maak hier de boel nat. Daar. Nou, ik ga verder met deppen. Nou kan er mooi de kleur in elkaar overlopen. Ook hier. Ik ga zo naar het rood toe. Daar. En misschien ga ik hier gelijk naar het rood toe. Dan ga ik hier naar het blauw. Dat is een donkerdere kleur. Daar, en je wil lekker water gebruiken, hè? Dus laat maar lekker vloeien. Goed, en dan ga ik nu naar het zwart toe. Ik pak die grens tussen zwart en kleur. Daar, en ik ga ook, even mijn hand beschermen, ik ga ook die randjes meenemen, zodat de kleur van het zwart lekker intensiveert.
Dus ik maak alles nat. Daar probeer ik het oog een beetje te ontzien, zodat de definitie van het oog goed blijft staan. Ik maak mijn penseel, spoel ik uit en veeg ik netjes even droog. Oeps, ik begon weer in de donkere kleur. Dat moet je natuurlijk niet doen. In de lichte kleur beginnen en naar het donkere toe werken. Daar, en soms moet ik gewoon tussendoor even spoelen of schoonmaken. Als ik dus toch die donkere kleur te pakken heb. En hier naartoe en naar dat zwart toe. Op die grens. Om ervoor te zorgen dat dat zwart ook mooi kan vloeien in die kleur. En dan ook hier zwart nat maken. Daar. Daar. En je weet het, hè, terwijl ik dep, druk ik in mijn penseel. Ik maak hem weer schoon, spoel hem. En als ik hem schoon veeg, veeg ik hem schoon met de platte kant op mijn papier. Niet zo, want je wil niet tegen die haren instrijken. Maar je wil altijd met de haren meestrijken. Oké, ik ga vanaf hier werken naar buiten toe. Naar de haren toe eigenlijk. Maar ik probeer wel ervoor te zorgen dat ik steeds van licht naar donker te gaan, zodat ik niet te veel hoef te spoelen tussendoor. En ik probeer ervoor te zorgen dat de natte vlakken elkaar raken, zonder dat ik die kleur te veel in elkaar over doe lopen. Of tenminste, ik wil niet dat ze één groot kleurvlak worden. Daar, dan kan ik hier dat zwart gelijk wel meenemen hier. En ik ga weer spoelen, schoonmaken. En terwijl ik schoonmaak, knijp ik in mijn penseel. Deppen. En het zwart raken. Ik wil weer naar een lichtere kleur, dus ik maak mijn penseel weer schoon. En die heeft echt te lijden onder mij. Ik ben de hele tijd aan het knijpen in dat ding. Ik begin weer in een lichte kleur. Je ziet, mijn penseel was niet helemaal perfect schoon, maar het is niet zo erg. Je wil wel lekker vlot doorgaan. Nou, als je op enig moment merkt dat je ergens een grote waterplas hebt, en als een soort vijvertje, dan zal die waarschijnlijk opdrogen met die harde randen die ik je eerder liet zien bij het hart. Als dat het geval is, dan wil je zo'n plas een beetje oppakken met je keukenpapiertje, zodat het meer een soort moeras wordt dan een vijver. En dan is het effect van die harde randen een stuk minder. Voor iedereen die aan het meekijken is, ik ben nog steeds live in de chat. Dus superleuk als je je vragen stelt of je opmerkingen maakt. En dan laat ik je af en toe lekker even in de uitzending komen als dat handig is voor de kijkers. En vind ik het leuk om, als ik bij de buitenkant of de rand kom van mijn tekening, om dat een soort van te stippelen, alsof mijn tekening uit elkaar spat aan de randen. Esther vraagt of het alcoholmarkers zijn, maar dit zijn geen alcoholmarkers. Dit zijn de Tombow ABT-markers die heel reactief zijn met water. Dus een druppel water erop en het gaat heerlijk vloeien als aquarel inkt eigenlijk. Probeer de hele tijd een stippelende beweging te maken en niet per se een vervende beweging, want dan zullen je kleuren, het wordt het één grote brei aan kleuren. Dus je stippelt om de kleuren op hun plek te houden.
Een vraag van Nienke of je je stempels ook met alcoholmarkers kunt inkleuren. Nee, dat moet je maar niet doen, want dan kun je al je stempels voor permanent kleuren. En dat zou niet de bedoeling zijn. Gebruik juist deze AWT watercolormarkers om je stempels mee te kleuren. Dat werkt echt perfect. Je vindt daar ook een video van op mijn YouTube kanaal of op mijn website. Die laat ik straks zien. Rineke vraagt of je snel moet werken om de randen te voorkomen. Ja, het werkt wel om nat in nat te werken. Maar vind het ook niet te erg als er randen ontstaan. Die zie je bij mij ook. Je kunt ook achteraf nog weer terug met wat kleur op en over de randen heen. Zoals ik hier een beetje aan het doen ben. En dan kun je dat weer een beetje doen vloeien. Wat ik nu aan het doen ben, is dat ik probeer de watervlek die ik gemaakt heb met een niet te nat penseel een beetje weg te poetsen, zodat de kleuren daar een beetje meer in elkaar overlopen. Een beetje alsof je make-up aan het zetten bent, daar moet je een beetje aan denken. Het helpt wel als je penseel goed schoon is als je dat doet. Daar. En ik zal een beetje wegteppen. Daar. Dat verzacht zeg maar het effect een beetje. Nou, ik vind mijn Galaxy vrouw zo prima. Dus ik ga hem laten drogen. En ik laat je zien hoe ik het hart afmaak. Je kunt de Galaxy afbeelding gewoon zo laten. Maar het is leuk om daar wat extra's aan toe te voegen. Als je bijvoorbeeld... Ik heb een spin hier. Of een bladluis of zo. Oké, ik heb hem leren vliegen. Nou, stel je voor als je hier wat lijntjes maakt. Zo. En hier... Nog twee lijntjes ernaast. Daar. En dat heb ik dus gedaan met de bullet point. En je pakt dit deel. En je maakt de schetserige lijntjes aan weerszijden naast. Je gaat steeds breder. Dan krijg je daar een hele mooie... hoe heet dat ding? Dennenboom? Ja? Maak je een soort naaldbos eigenlijk. En dat wil je in het begin... Je wilt heel schetserig doen... Beetje heen en weer krassen, zeg maar. Maar heel schetterig, heel zwevend over je papier. We lijken Bob Ross wel, hè, zo. En hier mag je het gewoon lekker dichtmaken. Daar, zo. Dan heb je een soort schets, of een soort dennenbos daar. Nou, dat is sowieso misschien wel leuk om te doen. En met je witte glasmarker kun je hier en daar wat sterren aanbrengen. Nou, is dat een beetje een uitdaging, want deze is eigenlijk niet gemaakt voor op poreuze ondergronden. Dit is een spiegeltje. Het is gemaakt voor op ondergronden die niet zuigen. En dan krijg je echt hele mooie witte tekeningen. Zelfs op een spiegel kan je het heel mooi kun je ermee werken. Maar als je op poreuze ondergronden werkt, dan wil die kleur... al heel snel wegtrekken in die poreuze ondergrond en heel flats worden. Dus ja, het is een geweldige pen. Maar hiervoor is het een beetje een uitdaging. Maar we gaan het toch doen. Maar je wil stippen zetten en je zult zien, ze zullen heel snel wegtrekken. En daarna wil je, daar waar je de sterren wat duidelijker wil hebben, wil je ze nog een keertje opnieuw aantikken. En dat moet je misschien wel 3 keer doen, om ervoor te zorgen dat het zichtbaar blijft. En natuurlijk in het zwart is het nog veel beter zichtbaar dan... in kleur is het nog minder zichtbaar dan op zwart. Dus dat is een beetje een uitdaging. Dus dat wil je misschien een paar keer herhalen voordat je dat echt zichtbaar hebt.
Nou, en een ster, die maak ik door, even kijken, lekker in het zwart doen hier, één puntje in het midden. En dan vanuit dat puntje in het midden wil ik schieten naar boven. En twee keer schuin omhoog en twee keer schuin naar beneden en een keer schuin naar beneden. Of recht naar beneden. Als je dat nog een keer herhaalt, dan wordt het iets duidelijker. En op die manier zou je dus sterren aan kunnen brengen. Door met je pen vanaf het midden weg te schieten. En op die manier kun je dus sterren hemels aanbrengen. Nou, en in dat geval, als ik nu terugkijk, denk ik, het is wel leuk als het wat donkerder was geweest. Dan kon ik mijn sterren duidelijker zichtbaar maken. Maar je wilt dus wegschieten. En als je dat wegschieten doet, dan krijg je vanzelf van die puntige lijnen. Ik zal het even op zwart papier laten zien, dan kun je het beter zien. Dus je maakt een stip in het midden en je schiet weg omhoog, schuin omhoog, schuin naar beneden en schuin omlaag. Stip in het midden, omhoog. En je kan ook minder of meer doen. 5 is vaak ook heel mooi. Een stip in het midden. En je kan het kleiner en groter maken. Maar op die manier kun je dus je sterrenhemel kun je dus maken. Als deze niet wil werken, wil je hem eventjes op een klappapiertje even aandrukken. En dan wil die weer. Zo. Nou, op die manier kun je dus met een beetje moeite een sterrenhemel maken. Helaas heeft Tombow zelf geen witte pennen. Maar deze is wel heel leuk om in je bezit te hebben. Al was het alleen daarom. En ik zou zeggen, ga er eens gewoon lekker mee aan het experimenteren. Wat je ook kunt doen is highlights aanbrengen in dat oog. En die van mij lekt een beetje nu, maar dat is, vind ik, juist wel een voordeel. Als je dan een paar puntjes wit aanbrengt, eentje groter dan de rest, dan krijg je al snel leuke highlights in je werk. Je kunt er ook nog kiezen om een maantje te kleuren of wat dan ook. Maar op die manier kun je dus van je galaxy iets heel moois maken. Ook bij haar kun je bomen hier bijvoorbeeld laten groeien en sterren aanbrengen enzovoorts. Daar is nu niet genoeg tijd voor, ook juist omdat die nog niet helemaal goed door en door droog is. Dat wil je wel. En dan kun je dat verder gaan opmaken. Wat ook nog leuk is om te doen, is om wat extra wimpers aan te brengen. Kun je doen, hoeft niet. Groetjes, bedankt en tot de volgende keer. Hoi hoi. Oh ja, mijn naam is Karin Jeugend. Mocht je het nog niet weten. Doei! Hey dames, kijk eens aan. Nou, dat was het. Het ging dus in een rap tempo en je hebt vast en zeker niet helemaal af. En dat begrijp ik heel goed, maar ik wil je hier niet onnodig lang laten. En ik wil je nog een keer vertellen hoe je aan de download komt. Waarschijnlijk heb je het hart wel af als je mee hebt gewerkt. Dus als je dat hebt, wil je dat dan even laten weten. Het is wel even leuk om te weten of je het live meegedaan hebt. En of je dus het hartje af hebt gemaakt op zijn minst. Nou, en dan het vrouwengezicht, dat kun je gewoon lekker rustig na de uitzending nog verder afmaken. Of nu terwijl ik nog een beetje aan het kletsen ben. Want ik laat je zien waar je de download kunt vinden. En ik laat je nog meer zien wat je kunt doen met je Tombow ABT markers. Want ik heb nog veel meer leuke dingen op mijn website met allemaal downloads. Dus die kun je dan ook zien. Heel leuk om jullie vragen ook te zien. Die heb ik ook voor een deel kunnen beantwoorden. Dus dat is wel echt heel leuk. En kijk, Carla zegt iets heel goeds. Dank je. Dankjewel Carla, als jullie even een likeje geven, dames, is dat heel fijn. Dat helpt mij om weer nog meer van dit soort video's te maken. Dus dat is altijd zo leuk als jullie dan reacties achterlaten, meekomen kijken, likejes geven. Want heel veel van de dingen die wij als creatieven doen, doen we natuurlijk gratis op het internet. En dan is het gewoon fijn als jullie op die manier wat gewoon achterlaten aan reacties. Dat helpt ons om dit soort dingen nog meer te kunnen doen. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Hartelijk dank daarvoor alsjeblieft alvast. Even zien hoor. Kijk, Sarah heeft het hert gemaakt tijdens de live workshop. Ik ben heel benieuwd. Nou, als je in de Facebookgroep zit van mijn Maker Members en je wilt het posten, doe dat even. Dan kan ik het misschien ook straks even in de uitzending laten zien. Als je hebt meegedaan hebt aan deze workshop. Ook als je al oudere voorgaand werk hebt, laat het even zien. Dan kan ik het misschien straks ook even delen. Dat is wel extra leuk. Marianne heeft het hertje helemaal af.
alleen het gezicht nog en de sterren nog. Nou, dan op het hartje heb je helemaal af. Helemaal goed. Reneel vindt het een mooie techniek. En Carla kijkt later wel terug. Heel goed. En ook Crea Lady zal terugkijken. Ja, zo gelijk heb je hoor. Het is soms gewoon veel makkelijker om terug te kijken. Dus dan werkt het. Dat werkt ook heel erg goed. Hey, ik ga je nog even laten zien op mijn website waar je de download kunt krijgen voor deze, maar ook nog voor de andere, voor het alternatief wat ik voor je heb. Als je naar mijn website gaat, oké, dit is YouTube, dat is niet handig. Als je naar mijn website gaat, Maker is Me, ik zal hem even hier zo pakken, dan vind je hier bij inspiratie vind je blog, maar ik zal het straks ook als linkje achterlaten in de bijschriften, want dan kun je erbij. En dan vind je daar verschillende blogberichten hier, onder andere cartoonpopjes tekenen van Sarah, wat eraan komt, is ook wel leuk. Maar onder die blogberichten vind je heel veel Tombow. Als je daar even op, bij zoeken op Tombow klikt, dan kun je zoveel vinden. Nou, bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld Crea Doe volgens mij 2 jaar terug, hebben we deze gemaakt met zelfgemaakte stempels. Super leuk om te doen. En kijk, hier staat die, zien hoor, hij staat. Hier, nee, hier staat hij beter, precies. Ja. En die stempels die maak je dus zelf. En ik heb de video daarvan heb ik hier ook gedeeld. En dat is echt een hele simpele techniek met super gave resultaten. Dus die kun je daar vinden. Dan heb ik Crea Do 2018. Want toen was ik er ook. Toen, dat was nog de tijd dat we gezellig samen konden zijn op een beurs. Hopelijk komt die tijd vlot weer terug. Maar toen heb ik je vooral veel lettering laten zien met de Tombow ABT markers. Als je hier ook doorklikt, vind je nog meer video's. Dus je kunt daar heel veel inspiratie vinden. Laat ik je dus van alles zien met de Tombow markers. Goed, en je kan ook weer doorklikken naar andere. Kun je brush lettering leren van mij enzovoort. Nou, in deze video laat ik je ook een stukje lettering zien met de Tombow ABT markers, maar ook een tropisch blad. Eigenlijk een beetje dezelfde techniek als die van de Galaxy, maar dan met andere kleuren. Je krijgt dan een heel leuk ander effect. Dit is het project waarbij ik je laat zien hoe je met de Tombow ABT markers meervoudig een stempel in meervoudige kleuren kunt kleuren. Echt extra leuk. Nou, dit is een stempel die ik zelf ontworpen heb. Die kon je tot voor kort in de winkels krijgen, maar ik weet niet of die nog verkrijgbaar is. Maar je kan dus, ik maak in deze video een multicolor stempelkussen. Dat was het. Ik was het alweer bijna vergeten. Maar je eigen multicolor stempelkussen, wat je dus ook meerdere keren kunt gebruiken, allemaal met de Tombow ABT markers. Deze video dus. Ik zal straks linkjes achterlaten onder deze YouTube-video. Goed. Nou, en dan de Tombow alcohol markers. Nou, die reageren niet op water, maar daar kun je bijvoorbeeld mee schrijven op plastic. Bijvoorbeeld. En dan kun je hele mooie kleurovergangen maken. Dat is de Tombow ABT Pro. Nou, daar kun je ook dus wat van zien hier. Nou, als je naar mijn website gaat, dan vind je hier bovenaan freebies. Als je daarop klikt en je klikt op downloaden en je bent lid van mijn nieuwsbrief, dan heb je daar een wachtwoord gevonden. En dan kun je met dat wachtwoord zo naar de downloads toe. Anders moet je even aanmelden. Dan krijg je een nieuwsbrief. Kun je ook bij de downloads. Nou, die downloads, daarvan is dus de allernieuwste, is dus die van Tombow hier. En als je hier op download klikt, hier beneden. Dat zien jullie niet, hè? Daar. Hier beneden klik je dan op download hier. En dan vind je dus de download. En die van het hert en het ovaal zonsondergang en de vrouw. Dat is allemaal één download. Dus ik zal ervoor zorgen na de uitzending dat het hier ook duidelijk is. Dat hier dus ook de vrouw erbij komt. Maar het is dus wel éénzelfde download. Maar ja, dan kun je dus daar allemaal vinden. Nou, volgens mij is er genoeg leuks voor jou om te doen. En ik hoop dat ik je dus heb mogen inspireren. Ik ga kijken op welke vragen je nog hebt en welke opmerkingen je hebt. En dan ga ik je laten gaan. Even kijken wat jullie zeggen. Hey Knutsel Mirjam, fijn dat je erbij bent. Heel erg leuk. Even kijken hoor. Een vraag van Carla. Ik heb net ingelogd op het dashboard, maar je ziet de workshop of nog niet. Carla, dit is een workshop die niet bij de Make a Member staat, maar gewoon openbaar. Als je gaat naar makerismee.nl, hier op de homepage, dan vind je hier onderin, kun je hem zo erbij. Goed? Dan kun je zo hier opklikken en dan kom je er ook. Goed, dat is misschien wel zo makkelijk. Als je nog een vraag hebt, stel die gerust. En anders ga ik je lekker gedag zeggen. Als je nog meer van. Oh ja, wat ik je heel erg graag wil vragen en zeggen. Even kijken hoor. Ja, of je je werk wilt delen.
Ik kijk even op de achtergrond. Ga ik even zo in beeld. Kijk even op de achtergrond of er iets gedeeld is in mijn Facebookgroep. Want dan kan ik het ook hier even laten zien. En dat is natuurlijk extra leuk. Want ik vind het altijd heel gaaf om te zien wat jullie ervan gemaakt hebben. Dus ik ga even daarheen. En dan laat ik het jou ook zien. Kijken of er al members zijn misschien, hè? Want ik heb een membergroep. Oh, ik zie al mooi werk, jongens. Ik moet jullie dit even laten zien. Dit is gaaf, zeg. Komt ie hoor. Even in beeld brengen. Daar. Kijk eens. Ik heb een membersgroep en ze zijn al lekker actief. Deze is van Sarah Lindenholt. En Sarah geeft over 2 weken ook een workshop in mijn groep. Oh, fantastisch, Sarah. Zo mooi. Wat hebben we nog meer? Kijk, dit is van Ria. Gaaf, hè? En Ria heeft dit niet in deze korte tijd gemaakt hoor. Maar Ria had vorig jaar ook al meegedaan. Dus dat is helemaal mooi. Even kijken. Oh, wat gaaf. Van wie is deze? Dat kan ik hier niet zien. Waarom niet? Even zien hoor, of ik het kan zien. Nee, ik kan het niet zien. Ik kan het wel zien op een andere manier. Maar die is mooi, met hele mooie pastelkleuren. Daar is die. Hij is van Patricia. Hi Patricia, wat heb je gaaf werk geleverd. Zo mooi, echt te gek. En dit was die van mij. Nou, er zullen vast nog meer komen. En ook als je wilt delen, dan krijg je straks ook te zien. Deel je werk op online met hashtag Karin Joan. Oh, trouwens, dit is nog een andere workshop die je nu nog kunt kijken. In de Facebookgroep van Duading. Ja, de link vind je dus ook hier. Ik laat straks alle linkjes ook even achter. Goed, dat gooi ik straks even snel erin. Kun je erbij. En dan kun je die workshop ook nog zien. Goed, dan maak ik dus met de Tombow Watercoloring Canvas Set. Maak ik dit project. Dat wil je ook niet missen. En die gaat er binnenkort uit. Goed, dan weet je dat. Die is binnenkort niet meer beschikbaar. Ik denk binnen een week of 2 of zo. Dus ga snel kijken. Goed. Ik denk, ga even kijken of jullie nog vragen hebben. Anders rond ik hier lekker af. En even zien hoor. Kijk, jullie hebben ook elkaar geholpen. Dus dat is heel erg mooi. Ja, er staat heel veel op. En de tijd is te kort. Dat klopt ook. Tijd tekort, daar kan ik echt helemaal niks aan doen. Dat is echt ook een probleem wat ik heb. Hey, dank jullie wel. Fijn dat je erbij was. Hartelijk dank voor het kijken. Altijd heel gezellig dat je er bent. Alleen is toch maar alleen. En met jullie wordt alles gewoon vele malen leuker. Dus dank je wel weer. Ik wens je een hele fijne avond. Superleuk als je mij volgt en Tombow Benelux volgt op Instagram en op Facebook. Ga even naar onze linkjes waar je die vindt. Abonneer je op onze nieuwsbrief en blijf je lekker op de hoogte. Via mijn nieuwsbrief ontvang je ook de downloads via mij. En via de nieuwsbrief van Tombow ontvang je dezelfde downloads. Dus je kunt kiezen waar je ze haalt. Maar ik wil je hartelijk danken dat je er was vanavond. En ik ga hier lekker afronden. Dag Nienke en Wilma, Helen, Sandra. En je hebt weer slecht papier gebruikt. Je moet echt, echt, echt aquarelpapier hebben, Sandra. Maar dat gaat goed komen. Dag Irene en Chris. En dan dank je wel Carla en Wilma dat je er was. En Titi en Esther en Knussel Mirjam en Renild. En Crea Lady en Sarah, Gertine, Wies en Ria en Anja en alle andere lieve schatten. Dank je wel dat je er was. Een hele fijne avond. En ik zie je heel graag terug in de volgende leuke inspiratievideo. Mijn naam is Karin Joon. Je vindt mij op makerisme.nl. En ik zie dat ik een heel raar beeld heb met heel veel, hoe zeg je dat? Beeldjes die in elkaar zitten. Dus dat is een beetje apart. Oké, nou je vindt mij dus op makerisme.nl. Fijn dat je er was. Ik laat nog even zien met welke hashtags je kunt delen. Dan kunnen we jou vinden. Volgende keer ben ik er weer. Ik ben nog 5 minuten in de chat als je nog een vraag hebt of een opmerking. En anders vind je mij op Instagram, Facebook of je mag mij mailen. Fijne avond!